NTR. Ik heb hem gezien. Ja, en toch heb ik je goed. Wat ik me nooit zal vergeven, maar ik wist het niet. Ik wist niet dat het fout was. Ik wou doen wat die anderen deden natuurlijk. En ik had familie in Duitsland, daar was ik eens op bezoek. En toen kwam een optocht met Hitler. En daar gingen we naar kijken, natuurlijk. Alles stond naast de weg. En toen zei mijn neef, die daar woonde, doe ook maar de Hitlergroet. Want anders val je zo op. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb de Hitlergroet gemaakt. Alleen maar niet op te vallen daar. Zij bereikt hebben door hun enthousiasme en hun toewijding. Zouden wij dat niet kunnen bereiken? Wij Nederlanders kunnen ook enthousiast zijn. Hitler in Duitsland. Mussolini in Italië. Later ook nog Franco in Spanje. Dus waarom dan niet Mussert als de grote leider van ons land? Aan enthousiasme lag het niet tussen de wereldoorlogen, ook niet bij ons. In de geschiedenis van Nederland vind je geen ander tijdperk waarin zo werd gezongen, gescandeerd, gejuicht. In massa's, hele stadions vol als het kon. Allemaal om de trots te tonen die wij voelden op die groep waar wij bij hoorden. Ons nest, onze waarheid. Daar hoefde je alleen geen nationaalsocialist voor te zijn. Je kon het voor je kerk doen. Voor het socialisme. Voor het hele lieve vaderland. De padvinderij. Maar waar we het ook voor deden, een vaandel volgde wij. Dit is echt als de Graal zijn vaandels laat wapperen. Ja. Ja, dat is lang geleden. En kijk, kijk nou als hij daar komt. Hey. Hey. Hoe is het met al? Heb je een goede reis gehad? Ja. Zo. En ik heb net zo'n mooie vlag voor mijn neus gehad. Jeetje. Ja, we woonden op hetzelfde dorp. En we zaten op hetzelfde zangkoor. Zoals bijna elk meisje in de Wervershoofd. En dat was altijd heel gezellig. Katholiek? Ja, RK. Eigenlijk het hele dorp was katholiek, ja. Zeg maar. Er wonen maar eigenlijk een paar gezinnen die andersdenkend waren. Maar voor de rest was heel Wervershoofd was katholiek. En we waren allebei lid van de Graal. Een jonge vrouwenvereniging. Ja, een jonge vrouwenvereniging. Nou ja, meisjes natuurlijk in die leeftijd. Ja, er mochten geen jongens bij, hoor. Nee, dat was verboden. Het was echt een vrouwenvereniging. Ja. Oh ja, dit is in Bergen. Ja, dit is in Bergen. Hier zit ik. Dit ben ik. Ja. Het was gewoon gezellig.
Je hoorde ergens bij. Als de graal haar vaandels laat wapperen, dan komen de meisjes de vieren en dapperen. Kleurige vlinders en fleurige wiek, jong nog en tenger. Maar Frank en kwiek. Zo ging dat. En zo ging dat 5 coupletten hier achter elkaar door. In 1923 is de Radboud Universiteit opgericht als een soort parel aan de kroon van de katholieke verzuiling. De katholieken hadden bijna alles zelf en in 1923 ook een universiteit. In de jaren 20 was de katholieke zuil iets waar veel katholieken fier op waren. Dat was iets wat na jaren strijd bereikt was. Na eeuwen achterstand was het verhaal. Het werd echt een mythisch verhaal. We zijn eeuwen onderdrukt. En nu zijn we helemaal terug. We hebben gelijke rechten, maar we zijn ook actief op alle fronten. We doen overal mee, in het onderwijs, in de politiek. En we zijn een factor die niet meer weg te denken is. Een factor van belang. Was een van de vele katholieke jeugdorganisaties. Er waren heel veel, het paste in het verzuiling. En tegelijkertijd kun je zien dat die graal ook heel erg past in het soort, wat wel eens wordt genoemd, triomfantelijk katholicisme van het interbellum. Dus het was een heel getuigende beweging. Ze wilden zich heel erg laten zien en horen als een triomfantelijke katholieke beweging die de straat op ging en die eigenlijk als boodschap had de wereld willen veroveren. Dit waren onze uniformen. Ja. En die leidsters, dat vond ik ook zo mooi. Want die hadden zo'n hele mooie lichtgroene cape. Heel luxe, hoor. Ja, mooi lange. Daar sta jij alleen op. Ja, helemaal rechts. Ja, hier. Daar. Dat is ze. De meesten vonden dat gewoon een hele aantrekkelijke, leuke beweging. Waar veel activiteiten waren. Waar je dingen kon doen die je anders, ja, waar je eigenlijk nooit mee in aanraking kwam. Maar de leiding was ideologisch zeer bevlogen. Een wereldbekering, dat was de grondslag van de graal. Ontkerkelijking, dat was ook in het interbellum zeker een fenomeen dat bestond. Dus we moeten vooral in die grote steden, waar er een dreigend geloofsafval is, om te beginnen kinderen en jongeren, die moeten we weten aan te spreken, zodat we ze weer terughalen bij die kerk. We moeten gebruik maken van alle moderne middelen. We moeten iets met filmen, we moeten iets met sport, we moeten iets in het stadion. We moeten heel getuigend worden op een hele aantrekkelijke manier. Als een soort voorbeeld, zodat anderen zouden denken, hé, zo wil ik ook zijn. Het was net zoiets als je nou die Olympische Spelen opende. Met rijdansen allemaal en figuren moesten we maken. Dus dat hadden we van tevoren allemaal ingeoefend. Nou ja, voor toen die tijd was het wel echt bijzonder om te zien. Ja. Die graaloptredens die ze zelf ook gefilmd hebben, had iets van een soort Leni Riefenstahl-achtig optreden soms. En dan zie je dat dat eigenlijk heel internationaal was. Dat zie je veel jeugdbewegingen doen in combinatie met uniformen, vlaggen, spreekkoren. En dan komt er ook die groet bij. Dus je denkt dat je naar een fascistische beweging zit te kijken. Maar alle katholieke bewegingen bijvoorbeeld deden het. In Nederland, in België, andere landen ook.
zonder de bedoeling te hebben daarmee iets fascistisch of nationaal-socialistisch uit te dragen. Vieren katholieke meisjes in een vieren zuil. De katholieken lieten van zich horen in het interbellum. In aantal waren ze de grootste bevolkingsgroep van Nederland. En daar profiteerden ze van na de invoering van het algemeen kiesrecht, toen ze ook de grootste politieke macht kregen. De Rooms-Katholieke Staatspartij, hier bijeen op een landdag, was de grootste partij van het land. Het hele interbellum wordt gedomineerd door de confessionele partijen. Die vormen met z'n drieën altijd zo bijna een absolute meerderheid. Maar die leveren ook de drie premiers van het interbellum. Het zijn één katholiek, Ruijs de Berenbroek. Een antirevolutionair, dat is dan Colijn. En een CAUR, dat is dan De Geer. Dus dat zijn de drie premiers van het interbellum. En die zijn heel keurig verdeeld over die drie stromingen. Dit is een periode waarin het idee is dat je als collectief dingen bereikt. Dus niet als individu, als collectief. Dus je gaat met z'n allen ga je naar een plek toe en dan ga je met z'n allen met een vlag zwaaien. En je gaat van die grote massaspelen doen om de kracht van jouw groep te laten blijken. Dat zie je van de SDAP tot aan de katholieken. Mensen vinden het ook geweldig om erin op te gaan. Dat zie je in beschrijvingen vaak, dat men het ervaart als een warm bad en gelijkgezinden die men tegenkomt. Nu zijn wij het nieuwe Nederland aan het opbouwen. Los van alle beleidsbeslissingen en alle dingen die in het parlement gebeuren. Nee, politiek is ook daar met z'n allen staan. En met z'n allen eenheid uitstralen. Algemeen mannenkiesrecht wordt in 1917 ingevoerd. Dan heb je 1919 wordt het vrouwenkiesrecht ook ingevoerd. En dat leidt heel opvallend tot de winst voor de partijen die het minst gevochten hebben voor het vrouwenkiesrecht, namelijk de confessionele partijen. Vrouwen volgden vaak toch beter dan mannen nog de stemadviezen van dominee en pastoor. En er waren heel veel nieuwe partijen gekomen. Je ziet in 1918 zie je een hele golf van, je zou het nu populisme noemen, zie je opkomen. Dus verschillende groeperingen die zich heel erg sterk tegen de politiek keren. De politiek, de partijen. Ze kunnen er allemaal helemaal niks van. Ze hebben geen aandacht voor wat het volk wil. Het volk heeft genoeg van het politiekje spelen. Van de partijen die alleen maar bezig zijn met zichzelf. We moeten nieuwe bewegingen hebben die ervoor zorgen dat Nederland als land vooral ook economisch vooruit gaat. Vooral vanuit bijvoorbeeld de Telegraaf zie je heel sterk een soort campagne van tegen de politiek, er moet iets nieuws komen. Benito Mussolini, de man die met zijn leger van fascisten thans het lot van Italië in handen houdt, was 18 maanden geleden nog een onbekende grootheid. Nu, op nog geen 40-jarige leeftijd, is hij leider en dictator van de machtigste partij in Italië en beschikt hij over een niet te overschatten wapen van een uitnemend gevormd leger van zo'n 400.000 zwarthemden. Wij geven hier Italië's dictator, terwijl hij een hindernis neemt. Het is te hopen dat hij alle politieke hindernissen met evenveel gemak mag nemen. Nou ja, dat geluid viel zeker te beluisteren. Mussolini heeft ook wel iets goeds gedaan, vindt men. De treinen in Italië rijden weer op tijd. Dan ben ik benieuwd naar Colijn. Uiteindelijk toch de meest beeldbepalende politicus van dat hele tijdvak. Dus ja, ook al van de jaren 20. Ja. Hoe kijkt Colijn naar deze collega-leider? Hij vindt eigenlijk dat ook in Nederland, maar misschien wel in West-Europa als geheel, de volksvertegenwoordiging te veel macht gekregen heeft. Te veel op de stoel van de regering is gaan zitten. En dat moet niet. Er mag natuurlijk zoals hij dat dan zegt, een gepaste volksinvloed zijn. Maar de regering moet gepast eruit is een beetje zo. Nou ja.
De regering moet de ruimte hebben, ja, om te regeren. En ja, dat kun je natuurlijk ook wel in verband brengen met zijn militaire achtergrond. En autoritaire trekken in zijn persoonlijkheid. Het is een man van de daad. Het is niet iemand die voortdurend bekritiseerd wil worden en dan zegt, oh ja, jullie hebben gelijk. Nee, hij moet het voor het zeggen hebben. Een katholiek politicus, Aalbersen, die noteert in zijn dagboek, Colijn zei mij, geef me een sergeant en 5 soldaten en ik zet dat hele zootje aan de dijk. En dat zootje is de Tweede Kamer. Is de Tweede Kamer. Het hele zootje, 100 leden van de Tweede Kamer. Dus hij is geen fascist, zeker niet. Nee. Maar hij is wel ergens een model van de sterke man. Ja, en dat wordt hij natuurlijk in de loop van de jaren 20 en 30 steeds meer. Dit is hem dan. Dit is al midden jaren 20. Slant stuurman. Met de Zuidwester op. In zijn handen is het roer van het schip van staat veilig. Midden jaren 20, hij is maar kort premier, niet helemaal gelukt. Verdwijnt dan uit de politiek. En dan gaat het pas echt gebeuren. Nou, dan krijgen we het jaar 1933. En dan worden er alweer verkiezingen gehouden. En dan treedt hij echt nadrukkelijk naar voren als sterke man. De man van law and order, gezagshandhaving. Maar tegelijkertijd zijn die verkiezingen natuurlijk ook tegen de achtergrond van de economische depressie van de jaren 30. En dan wordt het aan Colijn om ons door de storm van deze crisis te leiden. Zeker. Geachte luisteraars, dat de economische toestand ten onze slecht te noemen is, dat weten we wel. Ik zou nu aan het Nederlandse volk den raad willen geven gelijke rust te betrachten als het kabinet doet. Er zijn waarlijk al genoeg spanningen. Men behoeft ze niet onnodig te vermeerderen. Groeiende werkloosheid, armoede, leven van de steun in de steden. Maar de crisis was minstens zo erg op het platteland. De landbouwprijzen kelderden, het inkomen van de boeren kelderde mee. Werklozen konden nog rekenen op een klein beetje steun. Maar wat werd er gedaan voor de boeren? De onrust en de armoede op het platteland werd groter en groter. Het was natuurlijk een wereldwijde crisis die zich over alle sectoren van de samenleving uitstrekte. Maar goed, de boeren waren daar ook heel direct en meteen slachtoffer van. En ja, een Colijn met zijn regering die eigenlijk niks doet om de boeren tegemoet te komen. Althans, zeker de boeren op het zand, op het gemengde bedrijf, die krijgen het ontzettend moeilijk en die krijgen geen steun. En ze vonden ook dat de bestaande landbouworganisaties eigenlijk niet adequaat voor hun belangen optrad. En dat zorgde toch voor een groot ressentiment bij die boeren. Naarmate die crisis toenam, was dat natuurlijk verdween dat boerenbelang een beetje in het hele grote crisisverhaal, zou je kunnen zeggen. Maar voor die boeren, zeker hier in Drenthe, geldt dat natuurlijk nog steeds wel heel erg sterk. Wie helpt ons? Als kwajong van 4 jaar zat ik al van de Koensmuis. Alles dit. Ik ben geboren in Bunnen in 1926. Een gezin van 8 kinderen. Armoede en vrolijk. Ja, absoluut. Net als bij de meesten. Er waren genoeg kinderen bij die kwamen s'morgens op school. Die had amper aan eten gehad. Toen ik 12 jaar was, heb ik poes aan Lennevoort nog. Toen al. Mijn vader lag in het ziekenhuis. Dus ik moest maar plukken. Wie moest aandoen, ja. De burgemeester deed ook niet. Toen werd een pijn bij ons boos. Nou, dat ben je niet voor maanden. Ik ben met 12 jaar.
Ik denk er nog voor aan. Ik denk, nou, nou. Ik nog die kinderen van 12 jaar, zei. Ik heb wel eens tranen. Je loopt me de tranen door van. Ja, van emotie van. Ja, komt niet aan. Maar moest wel. Was kindermisbruik. Als ouder zijn. Maar nu ben je voor 13 jaar meer niet werken, of voor 15 jaar niet. Nou, toen had ik al de beeld door. De boer zorgt voor de welvaart in het land, de noodzakelijke voedselvoorziening en wordt niet gewaardeerd. En als er dan iemand kwam die zegt van ja, maar de boer, het hangt allemaal van de boer af, hè? Dan slaat dat wel aan. Een Drentse Boerenbond werd er opgericht. Die werd later de organisatie Landbouw en Maatschappij. En daar sloten zich ontzettend veel mensen bij aan, zo'n 10.000 Drenten. En dan uit Overijssel en Friesland en Gelderland ook nog zo'n 10.000. De rol der zandverstuiving. Elk jaar vonden hier grote bijeenkomsten plaats van landbouwmaatschappij. Daar kwamen 10.000, 20.000 mensen kwamen daarop af. Er werd toespraken gehouden, solidariteit. Laten zien dat je met een heleboel mensen bent. Dus dat was echt een dagje uit voor de boerengemeenschap. Een gezellige dag voor boeren uit het hele land. Maar ook een protestbijeenkomst. Ideologisch leider van Landbouw en Maatschappij was Jan Smit. Hij eiste steunmaatregelen voor alle boeren. En sprak met alle politieke partijen om het boerenbelang op hun agenda te krijgen. Het openluchtspel werd daar opgevoerd met wat stichtelijke verhalen. Dat had natuurlijk altijd te maken met een heroïsch verleden waarin de boer een belangrijke rol speelde. De landdag, daar was iedereen bij. Ik vond het ook wel mooi. Ik heb de Nielspoel altijd mooi vind. Ja, toen was ik nog een jongen, zoals 17 jaar zeker, met openluchtspel als figurant. Dus ik ga niks te zeggen hoor. Mijn vader was een kleine boer, net 3 koeien. Dus. En die kochten dan op de Meppel op de markt een drachtige zeug. En die kochten dan mijn vader dan voor 16 gulden. En dan kreeg ik er 10 of 12 mooie bekken bij. En anders morgens lag de zeug dood bij de bekken. Nou, en mijn vader en moeder die stonden met mijn bij te schrijven. Ja. Dat was 16 gulden voor een drachtige zeug. Dat was in 33, geloof ik. Ja. Zo was het leven toen. Ja. Wij hebben nooit aan de politiek gestuurd. Helemaal niks. Nee, we waren helemaal geen mensen bij de politiek. Dat is ook Nederland. Voedsel in de sloot. Systematisch vernietigd. Leidt een systeem waarin zoiets mogelijk is, niet tot verbittering, tot haat, tot burgeroorlog. Een wereld is in opstand. Volk in verzet. Wij moeten het leren begrijpen dat de dreigende ondergang een gevolg is van de democratie, de verdeling van een volk in tientallen partijen. Wij moeten het leren begrijpen dat het vecht tegen zichzelf, dat dat waanzin is en dat dat onherroepelijk tot een ondergang moet en zal leiden. Landbouwmaatschappij, dat start zo'n beetje 1931. Ongeveer hetzelfde jaartal als de NSB als politieke beweging ook zich gaat formeren. En wat je dan ziet is dat er een aantal propagandisten van landbouwmaatschappij zich vrij snel gaan aansluiten bij de NSB.
En zeggen dan ook dat het programma, het landbouwprogramma van de NSB, eigenlijk één op één samenvalt met de wensen van landbouwmaatschappij. Sterker nog, de NSB heeft dat gewoon van landbouwmaatschappij overgenomen. En dan zie je dus die relatie steeds sterker worden in de loop van de jaren. Mijn vader, die was toen bij de NSB. Maar dat was niet alleen ons die zoon. Dat was een sociale beweging. Ja, en dat werd beter voor de boeren. Maar bij de buren, dat was in Duitsland, dat was al veel beter geworden. En dat kreeg ze allemaal nog. Het groeide gewoon. Het leeft gewoon. We zijn hier op het Domplein in Utrecht, op nummer 25. Dat gebouw daar werd op 14 december 1931 de NSB opgericht. Nou, in de partijkronieken is dat later gepresenteerd als een grootse gebeurtenis. In werkelijkheid was het een vrij onbenullige bijeenkomst. Er waren 12 mensen, waarvan er 8 lid werden van de NSB. En van die 8 was er zelfs 1 lid, een spion van een concurrerende fascistische groepering. Tijdens die bijeenkomst werd ook het programma van de NSB gepresenteerd. In drukproef nog, het was niet gedrukt. En het was die zomer door Mussert geschreven. Wij moeten zijn een beweging die het gehele volk doortrekt. Ieder zijn plaats geeft en laat meemarcheren naar een nieuwe toekomst. Vanaf het eerste moment presenteerde de NSB zichzelf als beweging. Dus nadrukkelijk niet als één van de vele politieke partijen. Dat schrijft Mussert ook in de toelichting en zijn programma. Maar als een beweging eigenlijk alle volksgenoten moet verenigen in een nieuw ideaal, een nationaal-socialistisch Nederland. Het eerste jaar van de NSB was bepaald geen successtory. Zomer 32 gaat de NSB bijna failliet door wanbeheer van de penningmeester. Maar als de nood het hoogste is, is de redding nabij. En in die zomer krijgt de NSB aandacht van de landelijke pers. En mede door die aandacht begint het ledental toch te stijgen. Voor het eerst verscheen de NSB op straat, hier op de Mariaplaats in Utrecht, op 7 januari 1933. In het gebouw van kunst en wetenschappen hield de NSB die dag zijn eerste landdag. Het was een belangrijk moment. De beweging had net iets meer dan 1000 leden. En het was de geschikte tijd om naar buiten toe te treden. Die dag presenteerde ook de WA, de weerafdeling, de paramilitaire organisatie van de NSB zich aan het publiek. In navolging van de Italiaanse fascisten en de Duitse nazi's. Het heeft iets on-Nederlands, die verheerlijking van strijd en geweld. Mussert aan de zijde. De NSB heeft uiteindelijk, dat is sluipend naar binnen gegaan. Een heleboel mensen die konden niet meer losgekomen. Daar hadden we helemaal niks mee. Je dacht toch niet dat het, in het begin dacht je niet dat het zo'n slechte mensen waren. Wij werden op ons werk benaderd door iemand van de NSB, zou ik maar eens even zeggen. En als je dan lid werd, je kon lid worden dan. Nou, en dan zorgden ze dat je bijvoorbeeld in de vakantie mocht gaan zeilen, hè? Ja, dat werd allemaal heel mooi gemaakt. Toen al, hoor. Toen al. In Duitsland zag je dat er prachtige wegen werden. Echt prachtige vliegvelden. De mensen hadden allemaal werk. De schooljeugd die deed dat sport en alles. Dat sprak ons wel aan. Want wij zaten eigenlijk op dat gebied met een minimum aan voorzieningen. In het begin wat bewondering voor wat ze allemaal daar presteerden. Nou ja, en toen werd het allemaal serieus. Onze lieve Ingeborg. Wanneer jij dit schrift in handen krijgt,
ben jij 15 jaar en zal je toch wel zoveel verstandelijke ontwikkelingen hebben dat je over dat wat ik je nu ga schrijven begrip kunt hebben. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen op een vakantie in de jaren 30. En dat was toen ook veel werkeloosheid. Dus daardoor zijn ze ook vrij lang verloofd gebleven. Mijn vader heeft toen in Amsterdam gewoond en daar met een oude stencilmachine die hij op de kop had getikt, foldertjes voor winkeliers gemaakt en verspreid. Dat was hun inkomen, dus het zal geen vetpot zijn geweest. Zoals je al eerder hebt gelezen, was het ook mij onmogelijk een werkkring te vinden. En begon ik er toen over na te denken hoe dit alles kwam. En dus aan politiek te doen. En ik ging daarom op een vergadering in de Apollohal te Amsterdam horen wat Anton Mussert van de Nederlandse Nationaalsocialisten wel te vertellen had. Dat maakte zo'n indruk op mij dat ik me eenzelfde dag nog als lid opgaf. En wanneer ik iets doe, dan doe ik het goed. En werd ik voor 100% NSB'er en zette me er geheel voor in. Hij heeft, terwijl hij zelf lid werd, heeft hij mijn moeder ook maar lid gemaakt. Nou, daar was ze later ontzettend boos over, want dat wilde ze helemaal niet. Maar ja. Ik was dat kind van die NSB'er. Ik was enig kind. Ik kreeg alles wat mijn hartje begeerde eigenlijk. Maar ja, toen koos mijn vader voor de NSB. Hij dacht door bij die beweging te gaan, dat dat een stimulans was voor het hele Nederlandse volk. Laat ik het zomaar heel primitief zeggen. Het leek hem echt het beste. Hier ben ik jarig. De voorste, de jarige, dat was ik. Maar dat waren geen vriendjes, geen vriendinnetjes van mij. Dat zij hadden ook een NSB-vader. En daarom kwamen ze op mijn verjaardag. Dan had ik toch kindjes thuis. Volk en vaderland. Dan mocht ik ook wel eens bij mensen in de bus gooien, bij soortgenoten. Vond ik heel stoer van mezelf dat ik dat mocht, wist ik veel. Volk en vaderland, ja. Er waren nog twee in onze straat die daar ook bij waren. En die, daar mocht ik in de bus gooien. Deed ik er ook wat aan. Want ik kon er al niets aan doen, want ik wou bij de jeugdstorm. Triomftocht door de stad Amsterdam. Wauw. Hier zijn ook meiden van de jeugdstorm. Ja, ik wou ergens bij horen. Dat wou ik zo graag. Op mijn verlanglijstje stond als eerste dat ik bij de jeugdstorm mag. Medekameraden en volksgenoten, ik vertrouw op uw idealisme. Houd elkander bij de pols. Laat niet los. Dan komt de dag. Onze dag. Waarop wij ons vaderland kunnen respecteren en waarop wij fier kunnen zijn, deel uit te maken van het Nederlandse volk. Houd in, mijn heer! Na de eerste landdag gaat het snel met de NSB. Eind januari 1933 komt Hitler aan de macht in Duitsland. Daar gaat voor de NSB, die zich ook nationaal-socialistisch noemt, enorme wervende kracht vanuit. Het ledenaantal groeit snel. In 1934, de derde landdag, is in het Rai-gebouw in Amsterdam. Er worden zelfs door de spoorwegen extra treinen ingezet om al die aanhangers van Mussert naar Amsterdam te kunnen brengen. En we zien dan op beelden dat een hele grote stoet van NSB'ers door de stad loopt, waarbij communisten zich roeren. Die hebben opgeroepen om
NSB te bestrijden als zijnde Hitlerknechten. De stemming was plaatselijk zeer grimmig in de stad. Fascisme is moord. Mussert moet aan het koord. Zeven spijkers, zeven krammen. Zo wordt Mussert opgehangen. Ja, het was een rauwe tijd, hoor. De hele constellatie van het leven was veel feller en veel directer dan dat je op het ogenblik ziet. En dat uitte zich ook in de strijd tussen fascisten en communisten. Er werd ook voor de deur altijd geschilderd. Ook fascisme is moord. Hebben we nog gelijk gekregen ook. Mussert besluit mee te doen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in het voorjaar van 1935. En dat is een ongekend succes voor de NSB. De partij haalt landelijk 7,9% van de stemmen. En dat is ongeveer het maximale. En het partijbestuur zit zelfs op een roze wolk. Die zijn aan het rekenen geslagen en die denken, als het doorgaat, hebben we binnen enkele jaren 200.000 leden. En dan kunnen we gewoon op legale wijze aan de macht komen. Net zoals de nazi's in Duitsland hebben gedaan. In 1935 wordt de NSB dus echt toch een serieuze uitdaging voor Colijn en de ARP. Zeker. Kijk maar naar de stemmen, het stemmenpercentage. 8% van de stemmen, dat was nog nooit vertoond. En vrij vroeg in 1933 wordt er een uniformverbod afgekondigd. Ook in datzelfde jaar komt er een lijst van voor ambtenaren verboden verenigingen. Linksextremistische organisaties staan daarop. Maar daar staat uiteindelijk ook de NSB op. Dus in de radicale vleugels mag je geen ambtenaar meer zijn? Nee, zo is het. Ambtenaren die dienden of hun lidmaatschap van die organisatie en partijen op te geven, of ze werden ontslagen. En dat laatste gebeurt dus met Mussert, hoofdingenieur van de Waterstaat in Utrecht. Oh, het is ook een poging om de top van de NSB onschadelijk te maken. Misschien niet expliciet, maar zo zou het kunnen uitpakken. Zo heeft het uitgepakt, ja, zeker. Dan gaan we naar 37, nieuwe verkiezingen. Ja. Dan is het echt aan Colijn. Dan is het aan om de Colijn. NSB eronder te krijgen. Die rol vervult hij met verve. Hij begint een verkiezingscampagne, ik meen met 40 toespraken. In een aantal gevallen meer dan één op een dag. Hij vliegt van Rotterdam-Waalhaven naar Vlissingen en houdt dan twee redenvoeringen in Zeeland. Nou ja, vliegen tijdens een verkiezingscampagne in Nederland. Vanaf Rotterdam? Vanaf Rotterdam. Terwijl je een grote auto met chauffeur ter beschikking hebt en de Moerdijkbrug er al ligt. Het begint in Rotterdam. 12.000 toeschouwers. En dan komen we aan het eind van de campagne, geloof ik, in Amsterdam terecht, in de Apollohal. 13.000 toeschouwers, dat wil zeggen twee shifts van 6.500. Want meer kunnen er niet in de Apollohal. De kaarten voor die bijeenkomst worden op de Zwarte Markt in Amsterdam voor 5 gulden verkocht. Een soort Beyoncé-concert. Oh ja, ik weet niet of dat op protestant-christelijke grondslag de meest gelukkige vergelijking. Kun je zeggen, Colijn begint een tegenoffensief tegen dat propaganda-offensief van de NSB. Ik weet niet of Colijn het echt als een tegenoffensief zelf gezien heeft. Hij vindt zichzelf het vaste baken waarop gekoerst kan worden. En met succes, want ondanks het feit dat crisisbeleid van Colijn tot dan toe bepaald geen succes geweest is, kiest men toch massaal voor de vaderfiguur, de man die zekerheid lijkt te bieden. Men zoekt houvast. En dat vindt men niet bij dat parmantige mannetje Mussert. Maar dat vindt men bij de vaderlijke Colijn. Wij deden wel mee in de verkiezingstijd bijvoorbeeld. Bij alle stemlokalen. Daar stonden mensen met verkiezingsborden altijd. Om een laatste oproep te doen om op die partij te stemmen.
En wij stonden ook bij die stemlokalen, al die ukkies. En die stonden dan bij de borden van de NSB. Dood is troef, Mussert is een boef, Colijn is een zwijn, Louis de Visser moet het zijn. Louis de Visser was de lijstaanvoerder van de CPN in de tijd. Dus ja, en dan had je, als straat opengebroken was daar al, dan had je wel klei onder de grond zitten. Nou, wij gooiden met die klei, gooiden op die borden van de NSB. Yes. Er waren in Nederland zeker katholieken die het fascisme interessant vonden. Er zaten communicerende aspecten in, waardoor het verschil soms niet altijd even duidelijk was. Uit de verkiezingsuitslag kan je zien dat aanvankelijk, toen de NSB voor de eerste keer meedeed, dat er met name in de zuidelijke mijnstreek een behoorlijk aantal stemmers op de NSB voorkwam. Maar er werd ook zeker vanaf de kansel tegen gepreekt. En met name de bisschoppen, die hebben echt stelling genomen tegen de NSB als een onchristelijke partij. Zeker in hechte gemeenschappen. Ja, je wist natuurlijk, mensen wisten niet van elkaar wat je stemde, maar kon dat wel tot een soort van uitsluiting leiden. Dus dat actieve tegengaan heeft toch wel enig effect gehad. Vanaf 1936 was het hoofdkwartier van de NSB gevestigd in dit gebouw, Maliebaan 35. Is een periode waarin de NSB verder radicaliseerde. Een belangrijke oorzaak daarvan is de hele slechte resultaat wat de beweging haalde in 1937 bij de verkiezingen. Ze behaalden nog maar de helft van het aantal stemmen wat ze hadden gehaald in 1935. En ook interne onrust dwong Mussert tot een herbezinning op de koers. En daarin kiest hij eigenlijk voor de rassenleer van de naties. Hij omschrijft het Nederlandse volk als behorende tot een Germaanse tak van het Noordras, dus Ariërs. Het gaat om zuivere Germanen en Joden horen daar niet bij. En hij kiest dan voor een nog meer nazi-gezinde koers. In Duitsland was de situatie zo dat de eerste die werden opgepakt waren communisten. Volgens de Sociaaldemocraten, de Joden. Nou ja, en de communisten die namen de benen voor een belangrijk deel. Daarom wisten de communisten ook vrij vroeg wat fascisme was. En dat je je er tegen moest wapenen. En dat communisten hebben natuurlijk voor de oorlog zich al voorbereid op de illegaliteit. Die wisten wat eraan kon komen. Die radicalisering zet zich voort. Dus ontstaat een steeds kleinere, fanatiekere kern die zich volledig kunnen verenigen met de antisemitische koers, de Duitsgezindheid van de leden. Dus de Duitsers worden gezien als een bevriende partij die door de Joden in een oorlog zijn gedreven. De kostbaarste bezit op deze wereld is het eigen volk. En voor dieses volk, en om dieses volk, wollen we ringen en wollen we kämpfen. De grootschalige betrokkenheid van NSB'ers in 1940 en 1941 bij anti-Joods geweld. Ja, dat is eigenlijk het in de praktijk brengen van die haatpropaganda wat in de jaren ervoor is verkondigd. Het is de wens van je moeder en mij dat je dit schrift lezen zult in een rustig hoekje en dat je later, wanneer je ouder bent, alles nog eens rustig zult doorlezen. Wat ik op latere leeftijd heb gemerkt, dat mijn vader altijd een beetje bij zijn oude ideeën bleef. En ja, dat vind ik een beetje onbegrijpelijk. Als je weet wat er allemaal is gebeurd. En hij vond dat je een zinkend schip niet verlaat, dat je ze moest blijven steunen. Nou, ik vind het een edel standpunt, maar erg onbegrijpelijk.
Dit zijn de beruchte gebroken geweertjes, speltjes, zoals ze in de jaren 20 al werden gedragen. In de jaren 20 komt in Nederland een vredesbeweging op. Wij breken de wapens over de knie. En regimenten gaan uiteen, uiteen. Iets meer dan 10 jaar duurt de droom van vrede. NTR, speciaal voor iedereen.